Hi allemaal, ik heb weer een AliExpress shoplog voor jullie en het is weer gevuld met lentekleding of zomerkleding. Het is maar net hoe je het wil zien. Ik moet eerlijk zeggen dat deze lente van dit jaar heel erg lijkt op de zomer qua temperaturen. Helemaal niks te klagen natuurlijk. Maar misschien kan je nog wel herinneren dat ik vorige keer dus ook een shoplog online heb gezet en dat ik daarin vertelde dat ik nog meer spulletjes had besteld en aan het wachten was totdat deze dus binnenkwamen. Nou echt ineens bam, binnen 2 dagen had ik alles binnen. Alles ligt hier voor me en ik kan echt niet wachten om het uit te pakken en te laten zien aan jullie. Ik heb het zelf eigenlijk nog niet bekeken ook, dus ik ben heel erg benieuwd. Hoop dat alles goed is, maar dat ontdekken we straks samen. Zoals ik al zei, heb ik veel voorjaarskleding besteld en hier zit al iets in wat ik herken. Dit is een jurk, ik ga hem heel verder uitpakken. En ik moet eerlijk toegeven dat de kleding op AliExpress is niet per se super, super, super goedkoop. Wel goedkoper dan in sommige winkels, niet altijd. In ieder geval, net als de vorige keer, zal ik de prijzen weer in beeld brengen. En op die manier weet je ook, zeg maar... Ja, ik denk dat het wel leuk is dat ik ook weer wat duurdere items heb besteld. Zodat je een beetje kan kijken van, is dat nou wat? Ik vind het zelf namelijk altijd een risico. Maar ja, nu doe ik het voor jullie. Dus dan weet je meteen waar je aan toe bent. Nou, hier heb ik de jurk in handen. Zoals je ziet heb ik gekozen voor het zwarte jurkje. Maar je had hem ook nog in het blauw en een andere kleur. Maar zwart vond ik wel heel erg cool. En het is dus een maxi dress. Dus hij is heel erg lang. Mouwen zijn lang. Er zit ook nog een riempje bij. Kwalitatief gezien voelt het echt heel erg goed eigenlijk. Het ziet er ook gewoon goed uit. Dus daar ben ik wel echt heel erg blij om. Maar nu moet de pasvorm natuurlijk ook nog goed zijn. En dat gaan we straks ontdekken. Maar ja, als ik nu zo ernaar kijk, dan heb ik zoiets van, ziet er goed uit. En het is een maatje M. En volgens mij is die maat ook wel prima. Maar goed, ik ga hem nu aantrekken. En dan merken we vanzelf of die maat inderdaad prima is. Dit is de maxi dress. En ik moet zeggen, ik ben nog wel positief verrast. Het ziet er best wel cool uit. Kwalitatief gezien, nogmaals, ziet het er ook gewoon goed uit. Maar als ik heel eerlijk ben, vind ik hem niet 100% perfect. En dat komt omdat bijvoorbeeld de lengte is voor mij niet lang genoeg. En de middel zit eigenlijk te hoog. Mijn middel zit eigenlijk hier. En hier zit de middel. En daardoor gaat hij vanaf hier al een beetje rondlopen. Waardoor ik een beetje... Ja, ik vind het niet heel flatterend of zo. Maar het is ook niet vreselijk. Als ik zo beweeg, dus dat is ook iets strak. En hier heb je natuurlijk wel veel inkijk. Maar dan kan je een... shirtje onder doen. Dus voor de rest vind ik wel heel goed. Hij is niet perfect. Zeker niet slecht. En ja, op zich wel cute. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat maar even een eerlijke mening achter wat je van deze jurk vindt. Heb ik hier het volgende pakketje. En deze zit in een Ziploc bag. En deze kleding is trouwens van Zaful weer. Net als dat ik vorige keer een... wat was het? Een badbak ervan had. Heb ik daar nu een setje kleding van. En ik kwam deze tegen... En ik dacht, ja, deze is echt leuk. Ik hou sowieso van kledingsetjes. Dus dat je een broekje hebt die matcht met een top. Dat is echt heel erg leuk om samen te dragen. Maar natuurlijk kan het ook gewoon los. En even kijken. Het ziet er goed uit. Dit is het broekje. Ik heb hiervan ook weer een maat M besteld. En als ik er zo naar kijk, schijnt hij misschien een beetje door. Maar met huiskleurig ondergoed moet dat vast wel goed komen. Er zitten alleen pomponnetjes eronder. Stofje voelt goed aan. Gewoon een lekker stoffen broekje. En daarbij hoort dus zo'n bijpassend topje. En dit is zo'n eentje die vrij kort is. En je dan ombindt. Ik denk dat dat wel heel erg schattig kan staan. En ja, ziet er echt goed uit eerlijk gezegd. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat aanstaat. Je had in deze, van dit setje had je nog volgens mij 2 andere kleurvarianten. Die ik ook wel heel leuk vond. Maar voor mezelf vond ik natuurlijk de groene blauw heel erg leuk. Dus... ik zal hem aantrekken. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, hier word ik heel erg blij van. Ik vind het echt heel erg leuk. Als ik er zo naar kijk, is het echt een superleuk setje. Broekje is gewoon comfortabel. Niks mis van je. Hij heeft zelfs zakken. Dus dit is echt heel erg chill. En de topje is ook leuk. En de achterkant moet je hem zeg maar zo vastbinden. Ik zie hier wel mijn BH eruit komen trouwens. Maar op zich niet heel erg een probleem. Er is alleen even 1 dingetje met het topje. En dat is dat hij steeds van mijn schouder afvalt. En dat, ik weet niet zo goed hoe ik dat nu kan veranderen of dat ik hem even strakker moet vastbinden. Maar voor de rest is hij gewoon goed en heeft een beetje zo'n wijd mouwtje. Maar nogmaals, dit valt zeg maar de hele tijd af. En als ik dan zeg maar zo rondloop, dan op een gegeven moment gaat het hele ding uit. Wacht, ik ga hem heel eventjes vastknopen kijken of dat het anders is. Oké, ik heb hem net wat strakker vastgemaakt, maar volgens mij maakt dat echt niks uit. Dus ik vind het echt een superleuk setje.
Maar dit vind ik echt heel jammer. Want ik vind dit topje, dat hoort er wel echt bij, zeg maar. En hij staat ook super cool. Maar hij zakt dus de hele tijd af. En de inkijk in dit gedeelte hier is ook wel een beetje heftig. Ik vraag me af of ik daar iets aan kan doen. Dat ik dit een beetje bij elkaar kan naaien. Dus dat is wel echt een tegenvaller. Want je wil natuurlijk iets bestellen wat in één keer goed is. Ik weet niet of het ligt aan mijn schouders. Maar eerlijk gezegd heb ik best wel brede schouders. Dus ik denk het niet. Ik ga eventjes kijken of ik daar wat mee kan doen. Volgende pakket is een playsuitje. En ik ben heel erg benieuwd naar deze. Ik had hem al vaak voorbij zien komen op AliExpress. En hij zag er super goed uit. Nou, eerlijk gezegd ziet alle kleding er echt heel goed uit op de app. Maar goed, bij deze had ik zoiets van, ja, dit wil ik echt proberen. Ik vind de kleur heel erg leuk. Er zit hier een cut-out in. En ik denk dat hij dus heel mooi vrouwelijk zit aan de bovenkant. En het onderkantje is dan wat losser. En de achterkant moet je dus zo vastknopen. Dan moet ik zeggen dat de kwaliteit ziet er goed uit. De bandjes zijn wel heel erg stretchy. Dus ik hoop niet dat die heel laag gaat hangen. Maar je kan ze ook niet verstellen. Je kan ze natuurlijk altijd vernaaien. Vernaaien, is dat een woord? Je kan natuurlijk alles zelf vermaken. Maar het voelt wel heel erg bouncy. Maar misschien is dat geen probleem. Maar kwalitatief gezien voelt deze ook wel gewoon goed aan. Ik heb niet het idee dat er losse draadjes zitten en... Het is goed genaaid, de stof voelt goed aan, dus ja, het ziet er echt wel gewoon goed uit. Ik ben heel erg benieuwd hoe die aanstaat. Tadaa! Nou, ik moet zeggen, ik vind deze echt al heel erg cute. Je moet een beetje opletten welke BH je aantrekt, want hier komt hij snel al tevoorschijn. Maar voor de rest zit hij best wel goed. Waar ik wel al bang voor was, is dat deze bandjes dus heel rekbaar zijn. Waardoor het een beetje naar beneden trekt, zeg maar. Dit is zo rekbaar dat dit al snel zakt. Dat vind ik echt wel heel erg jammer. Dus ik zit ergens te denken van misschien kan ik die bandjes wel vervangen. Want dan zit het allemaal wat steviger. Dus nu de kans als je beweegt en je BH komt ineens tevoorschijn, die is er. En dan de achterkant. Zoals je ziet zou ik mijn eigen BH eventjes iets moeten verlagen of iets zodat hij er precies onder valt. Want dit zit natuurlijk wel wat lager. Ja, niks op aan te merken eigenlijk. Ik vind hem wel echt heel erg schattig. Maar nogmaals, je moet dus echt even opletten wat voor BH je eronder draagt. Ik weet niet zo goed wat ik eronder zou kunnen dragen. Misschien iets wat net iets kleiner is en dan dit of dat. Maar ik denk dat er wel mee te werken is. Ik vind hem in ieder geval wel heel erg leuk te uitzien. Wow! Lep ik hier nog een pakketje. En hierin zit weer een badpak. Ik had namelijk vorige keer ook een badpak en een bikini besteld. En ik had ook nog deze besteld. Maar die laat ik dus nu zien in deze shoplog. Oh. Ziet er leuk uit. Dit is zeg maar, dit zit er eigenlijk een beetje tussenin. Dit is een soort van bikini, maar toch een badpak. Want het broekje zit er ineens aan vast. Maar eigenlijk zit er ook gewoon een heel groot gat tussen. Dus het is... Eigenlijk lijkt het op een high-waisted bikini, die dan toch aan elkaar vast zit, of zo. Het zag er op het plaatje heel cool uit. En ik dacht, weet je, ik ga het gewoon proberen. Dan heeft hij nog wat sexiness door dit open te laten. En dan heb je hier nog echt je boob area, wat gewoon goed zit. Je achterkant dus verstellen. Je kan hem vastmaken met van die clippies. En dan heb je hier gewoon zo'n broekje en die is dus wel echt heel erg hoog. Gewoon high-waisted. Dat is super fijn als je zelf wat meer die onderbuik wil verbergen. Want die is vaak wat, die heb ik ook tenminste, een onderbuikje die wat meer naar voren staat. Of als je gewoon sowieso niet echt je buik wil laten zien, maar toch niet een volledig dicht badpak aan wil. Hij ziet er echt goed uit weer. Dus de kwaliteit voelt ook echt goed. En die pads zitten hier op de goede plek. Dus... Ik ben heel erg benieuwd hoe deze staat. Dit is het badpak. En ik moet zeggen, hij schreeuwt echt zomer, voorjaar, happiness. Lekker tropical. Want het printje en die kleur is geweldig. Dat was echt een van mijn betere keuzes, denk ik. En ik moet zeggen dat ik de vorm ook wel heel grappig vind. Het is wel echt zo'n high-waist bikini. Maar dan is het toch nog een badpak omdat hij lekker vast zit. Achterkant is ook open op die manier. En hij zit... Best wel comfortabel. Ik heb de bandjes best wel wat steviger omhoog getrokken. Want het enige nadeel wat ik een beetje ervaar is dat hij dus de boel een beetje naar beneden trekt. Het is natuurlijk één geheel. En het zit dus hier wel goed, maar het zit aan elkaar vast. Dus dit trekt het bovenstuk naar beneden. Ik weet niet of ik dat goed en duidelijk uitleg. Want waar ik zelf wel van hou is dat het de boel een beetje bij elkaar houdt en naar boven duwt. En in dit geval trekt het een klein beetje naar beneden. Je ziet het niet heel erg op camera, maar ik voel het wel. En als je op zoek bent naar een bikini die zeg maar de boel lekker zo bij elkaar naar boven duwt,
dan is deze niet iets voor jou. Ik moet zeggen, ik vind het niet heel erg storend. Het lijkt wel allemaal wat platter en zo, maar het is op zich nog wel cute. Dus ik denk dat ik wel heel erg happy mee ben, maar ik had persoonlijk liever gewild dat dit wel iets minder naar beneden trekt. Ik heb ook een beetje het idee dat als ik te veel beweeg, dat die dan vanaf getrokken wordt, zeg maar. Ik weet niet hoe ik het beter kan uitleggen dan dat. Het volgende pakketje is een fanny pack. En hier ben ik heel erg benieuwd naar. Ik ben namelijk weer heel erg into de vlammenprint. Volgens mij is dat heel erg jaren 90. Ik weet niet 100% zeker. Maar toen ik vroeger jong was, was het ook in. En als ik zeg jong, dan heb ik het echt over toen ik 10 was, denk ik. En ik weet nog dat Serena, die had ooit een crop top. En die paste ze niet meer. En die kreeg ik toen. En dat was een crop top. Zeg maar zoiets als wat ik nu aan heb. En dan met vlammetjes die zo naar boven gaan. Super cool. Ik voelde me echt badass. En daar doet het me een beetje aan denken elke keer als ik iets met vlammetjes zie. Dus ik zag deze ineens langskomen. Nou, ineens langs. Sorry, ik heb er gewoon op gezocht. Wat zeg ik nou? Ik zag deze in ieder geval op AliExpress. En ik dacht, yes, ik moet hem hebben. Hij was niet spotgoedkoop. Maar op zich ook weer niet heel duur, vond ik. En voor de rest is dit dus heel simpel. Hij heeft hier vlammetjes en er zit een klein beetje een glittertje in. Een ritje, een regenboogritje. Het is lakleer, daar hou ik sowieso van. Maar voor de rest heeft hij maar één vak. Hij heeft ook niet een vakje aan de achterkant of zo. Dus hij is echt super simpel. Ik denk dat het wel echt heel erg cool kan staan. Ik zal hem straks eventjes omdoen in ieder geval. Maar zoals ik dus zie, is de kwaliteit heel erg goed. Maar er kan natuurlijk niet super veel in. Je kan dingen niet verdelen. Nou ja. Dat maakt niet uit. Ik vind hem wel echt heel vet eruit zien. Laat even in de reacties achter wat jij vindt van vlammenprint. Vind je het cool of vind je het helemaal niet cool? Ik vind het dus nogmaals heel erg vet, maar je hoeft het niet met me eens te zijn. Oké, ik heb de fanny pack omgedaan. En het eerste voordeel is eigenlijk wel dus dat hij maar één vakje heeft. Want daardoor is hij lekker plat. Dus stel je gaat uit of iets dergelijks, dan wil je altijd wel je spullen bij je hebben. Maar je hebt geen zin om met zo'n hobbelzak rond te lopen. Dus wat dat betreft is deze echt perfect. En ja, dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen. Ik heb hem alleen omgedaan. Dit is hoe ik hem zou dragen. Ik vind het wel cool staan. En meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Hij ziet er gewoon cool uit. En hij is handig in gebruik. En de kwaliteit is gewoon echt hartstikke prima. Dus wat mij betreft is het wel echt een toppertje. En zoals ik net al zei, er zit een soort van kleine glitter hier in dit rood. En voor de rest is het een regenboogrits. En zo ziet hij er een beetje van dichtbij uit. Dus I like it. Heb ik hier nog een pakketje. En het zijn twee paar sokken. Dit paar, die heeft Larissa al een keertje eerder laten zien. Nou, Larissa had deze sokken ook besteld. En die had ze laten zien in een AliExpress video van een paar keer geleden. Dus ik zal hier snel doorheen gaan. En dit zijn dus fuck off sokken. Die vond ik gewoon heel erg leuk. Leuk. Klein detail. Maar goed, ik heb ook een ander paar sokken besteld. Bij dezelfde shop. En ik vind het soms wel leuk om een klein beetje sok te laten zien. Als ik een mom jeansje aan heb bijvoorbeeld. Of misschien een jurkje of whatever. En ik zag deze en nogmaals, ik ben dus echt fan van die vlammenprint. Ik denk dat dit wel echt heel cool eruit kan zien. Als je van een beetje sok houdt natuurlijk. Als je er niet van houdt, dan is het natuurlijk helemaal niks. Ja, ze zien er al goed uit. Goede sokjes, dus niks mis mee. Ik heb de sokjes aangedaan met twee soorten schoenen. Zodat je het verschil kunt zien met witte schoenen en met zwarte schoenen. En zo ziet het eruit vanaf de bovenkant. Dit is met zwart. Dit is met wit. Ja, ik vind het eigenlijk wel grappig hoor. Dit is wel wat lastiger filmen, maar even kijken. Zo ziet het er dus uit als je met een broekje nog aan hebt. Het is een klein detail met wel een groot effect. En ik zit even te denken van wat vind ik nou leuker. Vind ik het leuker met de Nike of met de Vans? Laat maar even in de comments achter wat jij er sowieso van vindt. En met welke schoen jij het beter vindt staan. Met de witte of met de zwarte. Ik ben heel erg benieuwd of jullie ook wel eens zomerkleding hebben geshopt via AliExpress. Want nogmaals, niet alles is echt super spotgoedkoop. Wel vaak goedkoper dan in de winkel. Maar het is toch al een beetje spannend of zo om dat te bestellen. Want het is toch al wat meer geld die je uitgeeft. En als dan niks is, ja, dan zit je daarmee. Maar ik vond het wel heel erg leuk. En ze hebben echt veel leuke zomerkleding op AliExpress. En ik vond het echt heel erg leuk om alles te proberen. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Dus laat zeker even een reactie achter waarin je vertelt zeg maar wat je misschien het leukst vond. Wat je helemaal niks vond. Of ik nog andere dingen zou moeten bestellen bijvoorbeeld. Misschien heb jij iets langs zien komen waar je heel erg benieuwd naar bent. Ik vond het in ieder geval weer heel erg leuk om alles binnen te krijgen. Het voelt echt een beetje alsof het kerst is. En ik moet zeggen, alles kwam dus wel redelijk op tijd binnen. Bij mij was het in ieder geval rond de 2 weken. Maar ik kan me voorstellen dat het per locatie verandert. En ook misschien hebben die mensen drukke periodes of niet. Dus dan kan het wat langer zijn. Het is vaak zo'n 2 tot
4 weken. Maar deze items kwamen allemaal echt snel binnen. Ik heb alle linkjes natuurlijk weer in de beschrijving gezet. Dus als je benieuwd bent naar iets of je wil iets shoppen, ga dan zeker even naar het linkje. Dan kan je meteen in je mandje gooien. Nou, vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven als je hem weer leuk vond. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je dat leuk vindt. En druk ook nog eventjes op dat belletje zodat je een notificatie krijgt als wij een nieuwe video online zetten. En dan ben je er als de kippen bij. Waarom zeg ik dit? Soms zeg ik dingen. Nou, anyways, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om deze shopvlog te zien. En ik zie jullie heel graag terug in de volgende video. Doei!